Ik ben Ryan Maillet, ik ben 19 jaar en ik ben spits bij Waslaan Bever. Ik heb mijn kans gekregen in play-off 2 vorig jaar. En dan weer een nieuwe trainer, nieuwe staf. Ja, super de goede voorbereiding en dan krijg ik mijn speeltijd niet eigenlijk. Ja, ik kan niet zeggen de redenen, maar eigenlijk zijn er geen. En, dus ja, ik heb gekozen om uitgeleend te worden. Had je stress dat er misschien niks uit de bus zou komen? Een beetje toch, omdat in januari het eigenlijk ook niet gebeurd was. Het was lange werk, dus Mercato. En uiteindelijk ben ik hier en ik ben heel blij. Ryan Maillet wil voetballen, wedstrijden spelen op het hoogste niveau. Maar bij Standaar zit de trainer Sapinto hem niet op het veld, maar in de tribune. En dus koos een 19-jarige aanvaller voor een uitleenbeurt. Philippe Clément kon hem overtuigen naar Waasland Beveren te komen. De trainer heeft met mij gesproken, we hadden een meeting voordat ik hier tekende. En ja, alles wat hij gezegd heeft, het project van de club was ook goed. En, ja, we hadden een goede eerste indruk. Wat heeft hij al juist gezegd? Dat je hier wel minuten zal maken? Ja, dat blijft eigenlijk tussen ons. Ik kan niet zeggen wat de trainer heeft gezegd, dat blijft tussen ons. Met het nummer 9 op zijn rug wil Maillet bij Waasland Beveren potten breken, doelpunten maken en belangrijk zijn. En dus moet hij zich snel integreren. Ik ken enkele spelers, ex-standaard spelers. Ja, ik heb goede relaties met hen, dus alles gebeurt goed. En belangrijk misschien, je weet de goal hier al staan. Je hebt één doelpunt gemaakt, denk ik, in eerste klasse. Ja. En dat is hier. Ja, dat is een goed verhaal. Ik hoop dat ik hier meerdere goals nog ga maken. Op een boogscheut van de Freethiel heeft hoofdsponsor Circus een nieuwe speelhal geopend. Reden genoeg dus voor spelers en trainers van Waasland Beveren om op de officiële opening even hallo te komen zeggen. Alexander Boljevic waagt zich heel even aan een spelletje roulette. Maar gokkers zijn de Beverse spelers duidelijk niet. Tussen het biljarten door leggen we ze spelenderwijs wel snel even enkele gokvraagjes voor. Vraag 1. Wie wordt er dit jaar kampioen in België? Zoals het er nu naar uitziet, zou het wel een keer een verrassing kunnen zijn. Maar ik denk dat de topploegen wel nog terugkomen en dat Brugge en Anderlecht er niet zullen verder af zijn. Lekkere naam, wie? Onze coach zou graag Brugge horen. Voor mij denk ik dat het tussen Anderlecht en Brugge. You have to choose one team. Brugge. Voor mij, ik hoop dat Bevin gets far, maar ik denk dat ik Anderlecht zou kiezen. Ik denk dat het Brugge zal. Et toi? Ouais, moi aussi, je pense que ça sera Bruges. Et pourquoi? Bah parce que leur noyau tourne bien et je pense qu'ils ont fait un bon début de championnat. Donc je pense que même pour la fin, c'est une équipe qui a l'expérience aussi de tenir tout un championnat. Vraag 2. Op welke plaats in de stand eindigt Waasland Beveren het seizoen? I'm gonna say 7. We miss playoff, you know? Yeah, it's like this. Maybe. they are the good clubs, and then because our secret ambition is like playoff one, you know. That's why I say 6. 7. Then all you guys will be very disappointed, I think. I know, but we're gonna win every game. Then in playoff 2. Fifth position. Yeah. What do you think? For me, I hope for the playoff one. Like, why not in top 6? Maybe the 6th position, but I think we're gonna finish maybe 6 or 7. Vraag 3. Wie wordt topschutter in de Jupiler Pro League? Moi, je vais dire Rolando Sá si le Standard tourne bien. Pour moi, ça va être Zinho Gano qui a fait un bon début de championnat et que j'espère pour lui il va marquer encore beaucoup de buts. I don't know. Maybe you have an answer for this. I would say Zinho. If he had these 4 goals in its count also, yeah, of course. Then I say Zinho. Vraag 4. Wie scoort dit seizoen het meeste doelpunten voor Waasland Beveren? Pourquoi pas Opoku. Maar je mis sur Opoku. Il est bien commencé, hein? Ouais, j'allais dire la même chose avec Opoku, parce que voilà, c'est un gars sympathique et il fait des bons matchs pour le moment. Mais voilà, c'est pour dire autre chose, bah, on va dire Morioka, comme ça, il fera des assists et en plus il marquera les buts.
answer for this question is the man on my right, Mr. Bulevic. He's going to score a lot of goals this year. I have trust in him. He's going to make it. Ten opzichte van vorige wedstrijd heb je er drie nieuwe spelers bij, aanvallers. Dan verwacht iedereen dat er minstens één zal starten aan de wedstrijd. Ja, het zou heel gek zijn om nu niet één van die drie op te stellen natuurlijk in de situatie die we waren zonder spitsen. Dus één van die drie jongens zal alles in starten. Het is wel de vraag of dat één van die drie jongens wel 90 minuten aan kan, maar nu hebben we ook wel wisselmogelijkheden, dus dat is het voordeel. Welke indruk hebben ze op jou gemaakt de voorbije week? Ja, goed, bevestigd van hetgeen dat we over hen denken. Natuurlijk kan je van die jongens niet verwachten dat ze direct alles snappen, dat alles lukt. Normaal heb je een voorbereiding van 6 weken om jongens in te passen aan de manier van spelen, aan de looplijnen, aan de manier van druk zetten, hun ploegmaats gewoon te worden en zo. Dus je mocht ook niet direct wonderen van die jongens verwachten. En die zullen ook een bepaalde inloopperiode nodig hebben om helemaal hun maximum rendement te kunnen halen. Nog eens een driepunter, het zou deugden, denk ik, hè? Ja, daar snakken we allemaal naar. Ik ben een heel slechte verliezer, dus die twee verliesmatchen die hebben, die hebben we toch wel op mijn gemoed gewerkt. En ik verlang heel hard naar die 3 punten en alle jongens ook. Maar ze werken heel hard, dus daar kan ik helemaal niks over zeggen. De mentaliteit is goed, de trainingen waren ook goed. Dus we hopen dat dat nu in de wedstrijd een vervolg krijgt. Wie van de spelers van Waasland-Bever legt het snelst ons hindernissenparcours af zonder dat de bal de grond raakt? In de spelersbattle krijgen ze 1 voor 1 hun kans. In deze aflevering doet flankaanvaller Olivier Mini een gooi naar een toptijd. WBTV werd mede mogelijk gemaakt dankzij deze partners.